52 paters en broeders en hun bedden, biljarttafel en heel veel beelden verhuizen naar een nieuwe locatie. Ze gaan deze week over van het oude klooster Bergmanianum aan de Houtlaan in Nijmegen naar het spiksplinternieuwe verzorgingshuis een paar honderd meter verderop. Nou, we hebben heel lange aanloop gehad. Dus de voorbereiding van het hele verhuisproject, iets van deze omvang, moet je natuurlijk al heel lang van tevoren voorbereiden. En ook steeds de bewoners daarin meegenomen. Wat komt er op jullie af? Ik ben hier zelf staflid geweest van 2008 tot 2011. Maar ben dan wel steeds nog bij het huis verbonden gebleven. En vroeger was het een vertrouwd huis voor ons. Omdat ja, als je oudere medebroeders, oudere collega's ging opzoeken, dan kwam je hier. En zeker ook als er uitvaarten waren. Want hier was het natuurlijk ook het huis waar ze hun leven beëindigden. Het nieuwe pand. Statig, chic, een beetje te voor ons. Maar dit gebouw was toen het gebouwd werd ook chic in die tijd. Dus wat dat betreft is het eenzelfde move. We zijn er toch in geslaagd, denk ik, om elementen van hier in het nieuwe gebouw op te nemen. Redelijk geïntegreerd, zodat er herinneringen blijven aan wat er vroeger was. Het is natuurlijk een heel kostbaar project geweest. We hebben vanuit ons verleden vrij veel geld beschikbaar. Ook om bijvoorbeeld in de derde wereld projecten van ons te ondersteunen. Maar we hebben hier nu gezegd, we investeren een deel hierin. Ook om naar de toekomst toe toch wat meer stabiliteit te hebben, ook financieel. Het eindresultaat is nog niet bereikt. Want nu zijn de spullen wel over en straks hebben we hier een compleet leeg gebouw. Maar eer dat alles daar op zijn plek is. We hebben een hele ruimte in het parkeergarage gewoon bestemd om wat niet bestemd kon worden, maar wat we niet weg willen doen, toch te bewaren en een plek te geven. Dus dat zal allemaal nog ergens terecht moeten komen. Het zal nog een hele tijd duren.